Hallo mensen van de Pro Gamer Thuis 9, ik ben Joren en ik ga vandaag weer even een nieuwe minigame opnemen. Ditmaal is het niet echt één minigame-achtig iets. Het is een soort partygames, maar dan op Brawl.com was het volgens mij. Maar dat ga ik even opnemen. Waarschijnlijk worden het 10 games. Zoals jullie zullen zien zit ik nu in game 4 van de 20. Oh, waarom heb ik jou... Fijn. Oh, serieus, ben ik even mijn geluid zacht. Want ik wil niet weer dat gebeurt. Zo. Dan weet ik zeker dat niks fout kan gaan. Oké, een koe. Een koe. Nou, dit kennen jullie waarschijnlijk wel van Party Games zelf. Maar het is iets lastiger, vind ik zelf. Het is ook drukker dan Party Games. Ja, ik sta nu heel slecht. Ik heb het net geprobeerd, stond ik wel goed. Potion drop. Drink responsibility. Oké. Okay. Geen flauw idee wat ik nu ga. Nou, dit is de bedoeling. Potions te pakken. En zodra je potions hebt, zo lang mogelijk te overleven. Maar tot nu toe overleef ik het. Ik kan andere mensen slaan. Heel voorzichtig drinken. Je moet niet zomaar drinken. Wow, dat dronk ik even niks. Je fucking show god. Tweede. Jezus, is lastig. Maar brawl.com. Volgens mij. Stay away from the edge. Ja, het is altijd zo met dinges. Nou. Maar in ieder geval. Wow. Dit is een spleef, zou ik zeggen. We gaan waarschijnlijk 10 games doen, dus van de 20. En ja, in principe ken ik het wel een beetje, want ik heb het dus ook een keer even gespeeld. Oh, good. Wacht. Ik kan nu lopen. Get wrecked. Oh, fuck. Nou, ik zie in ieder geval dat mensen heel fanatiek bezig zijn in deze game. Dat heb ik ook al een tijd gemaakt. Kijk hier, wauw. Ik verdwijnt er iets uit het niets geworden dat het niet geladen is. Alleen, ze spelen niet zo heel slim. Ik ook niet net, maar... Het is altijd het makkelijke. Als je kijkt is het makkelijker te zeggen dan als je er staat. En ja... Maar ik heb geluid dat nu een keer niet hard. De vorige video, dat valt een klein beetje. Een beetje lek. Er komt dus nog een tweede aan. Denk ik. En dan op aflevering... waarom is... Oké. Okay. Aflevering 20 wordt waarschijnlijk weer een nieuwe Mario Kart-achtig iets. Maar dan op Minecraft. Wat zijn er nog vier? Maar er komt dus een tweede video van, want het lekt heel erg. Ik zat op 60 fps, nu op 30. En ja, want dan kan ik het toch even beter doen, hè, de games. En ook was het zo dat ik gewoon letterlijk heel weinig internetverbinding had op dat moment. Maar ja, we staan nu 9, we hadden 19, oh, minefield. Dat lijkt me tenminste niet verstandig om op die drukplaat te gaan staan. Zesde ben ik. Elfde zelfs, wat? Oh, dit spel ken ik. Dit is, wait, wow, wait.
Hoe heet het ook alweer? Dit ja. Nee, dan heb ik fucking verloren. Ja, waarom verlies ik elke game tot nu toe? Ja, als het zo doorgaat kunnen we ze gewoon alle 20 gaan proberen. Want we zijn nu pas net 5 minuutjes bezig en we zijn al 4 keer afgegaan volgens mij. Nope, oké. Okay. Hoe komen ze daar? Wow. Hoe kom je hier? Ik kan hier niet komen. Serieus, als ik hem net, echt net niet. Het is heel rotstreek. Nog 2. De laatste card. Op this moment. Thanks. You fucked up. Echt, hij deed er echt lang over om te vinden. 5, 17e plek, man. Hé, hier ben ik goed in. Of ik zie waar ik heen moet? Nee. Ik had al geen 2 rondes. Het is een map die ik niet ken trouwens. Maar hij rendert ook niet. Fijn. Maar ik weet niet welke kant ik op moet. Het enige weet is dat ik hem zie. Dus dat ik hem vanzelf al. Oh, dat was ik bijna af te doen. Gebeurt me vaker, maar. Zo min mogelijk tegen die dingen aan, dus dat was mij juist de truc. Want je doet er langer over, meer blokjes. Lijkt mij. Nou ja, dat heeft meer zin om dat soort dingen. Waar de hel staan wij? Ik zie hem niet eens op het scorebord staan. Maar ja, ik ging af omdat ik niet zag wat er aan de hand was. Wow, hoeveel mensen zitten er in deze game? Ach, je horse race. Nou. Nou ja, nog een horse race. Deze keer, het is te druk. Zo. Ah, slim. Oh, dat niet, omdat je een hand aan de muis af te halen. Kom op. We staan op het scorebord. Oké, 14e plek, ja, beter dan net. Het gaat niet zo lekker met deze games. Ik ken. Oh nee, deze game is zo fucked up. Wauw. Ik ben gewend dat hij maar 1 strook doet en in 1 keer gaat hij meteen. Hoe wil je weten waar je moet staan bij deze? Echt deze keer. Als jullie dat weten, laat dan even in de reacties achter. Maar ik weet niet hoe ik dat doe. Want het worden waarschijnlijk 2 afleveringen hiervan. Ja, nu gaat hij wel zo. Oh, nee, Minecraftparty.com. Dat is de game en de hub dinges is brawl.com. Oh. 50 different theories are examined in my news.
Ik moet ook bewegen, want als je te lang stilstaat, word je eruit gegooid. En nu ben je fucked up. 21, hoeveel mensen zitten in deze game? Iedereen gaat zo, man. Dat helpt toch, dit? De spatie drukken is waar ik het over heb, trouwens. Want ja, zoals je ziet staat mijn paard niet recht. En daarom kan ik het boogie maken. En daarom sta ik wel op het leaderboard, maar ik moet echt te snel... Ik moet hun inhalen, alsjeblieft. Wow, ik liep even vast en ik zag even niks. Dank u wel. Nee. 11e plek. Wow. Come up. Heel lastig. Al die pijlen. Ziek, man. Ik schiet gewoon letterlijk daar, ze spawnen wel en dan komt er vanzelf voor iets. Ik heb geen eens idee hoeveel punten ik heb, man. Kom op. Kom op, waarom kan ik ze niet raken? Oh, min 100, serieus. De 24e plek, nou hoeveel mensen zijn er? 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 20, 32. Kijk, ik geef jullie hier even een tip. Ga heel even eerst aan de kant, maar ga deze dingen doen, die gaan sneller. Kunnen jullie mij even vertellen waarom dit niet lukt? Het gaat niet lekker, ik ben nu letterlijk 12 minuten bezig om 14 games te spelen. Dus nog geen minuut, ik overleef nog geen minuut. Dat is heel vervelend. Alleen ik zie dat er ook bijna geen... Deze kan wel iets omhoog. In principe is er nu geen geluid, maar als er geluid is, dan horen jullie denk ik bijna niet. Oh shit, de zon tript hem. Nee, oké. Oké, nou dit zijn de twee mensen die hebben overleefd. We gaan daar 20e plek in. Meer zoiets. Dead end. Waarom heb ik vuurwerk? Oh, die heb ik gekocht. Jump boost. Oh, dat is lekker. Want straks zit ik vast, want ik zat dan een keer eerder vast. En dan deed ik het ziek goed. Maar dan ben ik tweede omdat ik niet kan springen. Het faalt gewoon, hè? Maar ja, dit is een soort TNT run. Dat weet ik wel. Dat er nu al 6 mensen af zijn. Het zijn gewoon te veel mensen in een game, man. 7. Wow. Ik ging dood en ik ging iedereen dood. Echt, waarom? Oké, deze moet ik hebben. Maar niet met opnames heb ik altijd wat lag. Jullie zien het misschien minder goed, maar... Wat jullie bij de vorige video zagen.
was wat ik normaal zie op een beeld. Weet je wat, ik vind toch de map goed. Wauw, welke plaats? 34. I fucking hate this game, man. I fucking hate this game. Ga met een hoekje om, want het hoekje, er zit niemand. Dit moeten we sowieso hebben. Wow, no man. Zo snel kan je niet. Oh, het is bijna bovenin. Nee, ik zit het er nog niet in. Oh, het is Mario Kart. Ja, hopen dat er niks aan de hand is. En hopen dat het ding niet gaat trippen, want ik hoor hem gewoon nu al trippen. Want en al die paardenvoetjes. Het is geen Sinterklaas, dus hoeft die geluid ook niet. Oh, ik sprong over het hek. Waarom zat ik in F5 niet meer in F5 modus? Oh, dit is Mario Kart dinges. Nee, waarom zit hij nou? Oké. Ik wou zeggen, oké, ik moet niet gaan rennen ofzo. Nee, niks aan de hand. We staan. Wow, 19e plek. We stonden 10e volgens mij. Hè? Want gewoon erin gaat er heel veel. Deze game kan ik ook niet goed met zoveel mensen. Maar ik heb het goed gekund. 35 mensen. Maar je moet gewoon met 20 mensen. Als je dat zit, dan zit je al best wel goed. Met maar 20 mensen. Het moet niet te veel worden en niet te weinig zijn. Want dan is het ook niet leuk, dan is het geen uitdaging meer. Maar met 35 man, dan ben je wel heel erg lang. Bezig om eerst het überhaupt te kunnen worden. Dan moet je de game al zo goed kunnen. Want ja, je krijgt ten eerste lag door de hoeveelheid mensen gewoon. Wauw! Oké, jullie zagen dit, hè? Dit zagen jullie. Dit heb ik ook vaak. Word ik gewoon teruggeteleporteerd. Maar we deden er langer over dan een gemiddelde game. En we kunnen nog één potje, één game doen. En dan gaan de volgende. Oké. Nou, naar deze game. Diamonds! Maar in ieder geval na deze game, er komt waarschijnlijk een deel 2, dat is de volgende. Ik heb geen licht, man. Dank je. Wauw. En dan als ik deze had gehakt. Wauw. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Er komt dus een deel 2 van deze games. Want ja, nu deed ik het heel slecht. En er zijn nog meer games hiervan. Dus er komt hier een deel 2 van. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat even een like achter als je het leuk vond. Abonneren kan je ook even op je balkje. Kijk misschien ook even mijn kanaal. Staat ook in de beschrijving. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Tot volgende week. Donderdag.